Is het eigenlijk nog wel van deze tijd, zo'n fabriek? Want ze betalen geen vennootschapsbelasting. Ze kunnen eigenlijk lopen helemaal binnen van de emissierechten. Terwijl het hele geheel van het bedrijf alleen maar vervuilender wordt. En die mensen die er wonen, die worden dan ziek. Lijkt mij toch voor u ook lastig uit te leggen. Het was meer het terrein van de collega van EZK, die gaat over de emissierechten. Kijk, ik snap wel dat u zegt de uitstoot van de fabriek. Ik snap ook heel goed de zorgen van mensen daarover. Die zijn ook niet nieuw. Daar heb ik me ook het afgelopen jaar samen met de provincie, die daar natuurlijk verantwoordelijk voor is, ook echt heel nadrukkelijk mee bemoeid. De provincie die zegt eigenlijk, ja, nu is het eigenlijk aan het Rijk om die verduurzaming op te pakken. En ze zeggen ook dat ze al met u in gesprek zijn. De provincie zegt niet, het is aan het Rijk. De provincie zegt, er ligt een grote opgave. Daarbij kan ook het Rijk een rol spelen. We moeten dat samen doen. Maar die verduurzamingskant ligt dus bij de collega van EZK. Maar we moeten voorkomen dat het een soort kastje naar de muur verhaal wordt. En daarom moeten we nu vooral met elkaar om tafel om te kijken welke maatregelen moeten er genomen worden. Ja, dan moeten wij geld gaan betalen om het daar duurzaam te krijgen. Wat zit daar dan zo achter? Dat je niet zegt tegen zo'n bedrijf, regel gewoon, dop je eigen bandjes. Zorg dat het schoon wordt. Klaar, punt. Ja, maar voor een deel gebeurt dat ook. Maar waarom, het is ook een Indiaas bedrijf. U bent helemaal niet aandeelhouder als Rijk. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Laat ze het zelf doen. Ik vind het belangrijk vanuit mijn milieuverantwoordelijkheid dat het bedrijf zich aan de regels gaat houden. Ja, dat is het enige wat je hoeft te doen. En waar nodig gaan we ook naar de rechter om dat af te dwingen. En dat hebben we ook gedaan in het verleden. Daar waar we zeggen, we willen eigenlijk met dat bedrijf verder gaan dan waar de wet nu toe verplicht, dan is het ook logisch dat je met elkaar kijkt, hoe maken we dat dan mogelijk? Zo bereik je het snelste resultaat voor de mensen die daaromheen wonen. En dat is eigenlijk waar het mij om gaat. Ze steken toch gewoon een middelvinger naar u op? Ze worden alleen maar vervuilender. En dan krijgen ze u aan tafel en dan zegt u, moet u geld hebben om te verduurzamen. Je kunt ook heel makkelijk dit soort dingen poneren. Maar er wordt nu wel degelijk een hal gebouwd om die vervuiling tegen te gaan. Dat kost geloof ik zo'n 300 miljoen. En we kunnen niet zeggen dat er niks gebeurt. 300 miljoen Ik snap dat mensen zich zorgen maken. En daar moeten we het volgens mij vooral over voor hebben. Bloeden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die emissies van dat bedrijf verminderen? Dat we zorgen dat ze zich aan de regels gaan houden? Daarvoor is in eerste instantie de provincie belangrijk. En speel ik ook mijn rol en hebben ook de collega van EZK nodig om dat bedrijf te verduurzamen. Er wordt ook een strafzaak opgestart, hè? Meer dan 500 mensen die daar omheen wonen. Dat doen ze eigenlijk omdat ze gewoon het vertrouwen zijn verloren in de overheid. Want nu gaan ze het strafrechtelijk aanvechten. Ja. Dus begrijpt u dat? Kijk, ik snap goed dat mensen zich zorgen maken en iedereen heeft ook het recht om naar de rechter toe te stappen. Maar vindt u dan niet, als dat gebeurt, dat u het zelf heeft laten liggen? Waarom zou dat nodig zijn? Ik vind het triest dat het nodig is. Ik vind het belangrijk dat het kan. Maar waarom vindt u het triest dat het nodig is? Nou, omdat je natuurlijk veel liever zou willen hebben gehad dat er al die tijd voldoende actie was ondernomen bij dat bedrijf om te voorkomen dat mensen zich zorgen hoefden te maken over hun gezondheid. Dat is dus te weinig gebeurd, zegt u? Ja, dat is te weinig gebeurd, dat zegt de rekenkamer, de regionale rekenkamer ook. Dat is eigenlijk ook de constatering geweest in de rechtszaak die de IOT heeft aangespannen en heeft gewonnen. Ja. Dat de vergunning niet scherp genoeg was. En ben u daar dan niet streng genoeg geweest uiteindelijk? Want ergens ligt de verantwoordelijkheid. Daar is de provincie niet streng genoeg geweest, die ging over die vergunning. En u niet op de provincie? En wij op de provincie, want daarom zijn we naar de rechter gestapt. Dus de overheid heeft daar gefaald? Nou, de overheid heeft gezamenlijk gezien niet genoeg gedaan. En daarom is het belangrijk dat die vergunningen zijn aangescherpt. Dat er een heel investeringsprogramma nu is afgedwongen. En dat we daarnaast ook met elkaar kijken, hoe zorgen we voor een schonere toekomst voor dat bedrijf. Want dat betekent ook werkgelegenheid voor een hoop mensen. Maar het moet wel binnen de regels. En het moet ook duurzamer. Ja. Want voor het klimaat kan het ook niet zo doorgaan zoals het nu is. Wat zegt het eigenlijk over de overheid, over onze overheid, dat er een strafrechtelijke zaak nodig is, eigenlijk om de mensen rondom Tata Steel te beschermen? Ja. Ja, dat is natuurlijk gênant. Want? Dat is gênant, omdat de overheid van de overheid kan worden verwacht dat de overheid jou beschermt. In de grondwet staat dat de overheid verplicht is om de volksgezondheid te beschermen. Het is gewoon een grondwettelijke bepaling. Dus het is gênant, diep triest dat dat op deze manier moet gebeuren.